Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast aflevering 2. Ik ben Erik Nusselder, naast mij zit Rolf Forstermans. Hey. En Joe van Buurik. Yo. Yo, Joe. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan het weer hebben over... Leuk dat jij er bent, Erik. Ja, nou, ja vind ik leuk. Vind ik echt leuk. En leuk dat jullie weer luisteren. We gaan het hebben over het laatste nieuws uit de gameswereld. Straks gaan we praten over recensiecijfers. Zijn die eigenlijk nog wel nodig? We gaan jullie vragen beantwoorden en we kijken vooruit naar een van de grote games voor de PS4, The Order 1886. Dat straks, we gaan nu eerst naar het nieuws. Ja, zoals elke aflevering nemen wij weer ieder een nieuwtje mee. Dan hebben we in totaal 3 nieuwtjes en als jullie het goed vinden wil ik graag deze keer beginnen. Parcels. Namelijk groot nieuws, Bethesda die houdt zijn eigen E3 persconferentie dit jaar. Is volgens mij voor het eerst... En dat kan maar één ding betekenen, denk ik. Fallout 4. Fallout 4. Yes. Een game waar mensen al ontiegelijk lang op zitten te wachten. Al eigenlijk sinds Fallout 3. Wat toch alweer lang geleden is. Tussendoor is nog wel Fallout New Vegas uitgekomen. Ja. Maar het lijkt er toch op dat het echt gaat gebeuren. Gaaf. Hoewel Bethesda natuurlijk nog veel meer doet dan Fallout tegenwoordig. Mm-hmm. Hè? Dat is, ja, het zou ook dat, nog... Rond de tijd van Fallout 3 zijn ze natuurlijk van... Ja, was een vrij aparte ontwikkeling van ontwikkelaar naar uitgever gegaan, kort genomen. En zijn ze ook met Dishonored gekomen in de recente jaren. De Elder Scrolls Online, als ik me niet vergis. Ja. Dus volgens mij gaan die nog wel meer laten zien. En daarom nu natuurlijk ook die E3-persco. Ja, ze hebben gewoon genoeg dingen om te showen. Ze hebben inderdaad wat jij zegt, Elder Scrolls Online. Sommige mensen hopen nu ook op Elder Scrolls 6, het vervolg op Skyrim. Want ja, die online versie, dat zou wel echt heel erg snel zijn. Bovendien is dat hetzelfde team die de Fallout games maakt. Dus die doen ze om en om, als ik het goed heb. Hmm. Dus Elder Scrolls 6 is nog niet aan de beurt. Maar nu heb ik ook begrepen dat er misschien wel een Skyrim remastered in de lucht zou kunnen zitten. Een Skyrim remastered? Ja. In de lucht, bij de draken. Dat zou goed zijn. Ja, denk jij? Skyrim remastered. Nou, ik zit er niet echt op te wachten. Maar ik heb dan ook al 180 uur in dat spel gestoken. En ik hoef niet nog meer, zeg maar. Ik ben er wel klaar mee. Oké. Okay. Nou, ja, er worden zoveel games geremasterd, dat dit zouden ze ook nog wel even tussendoor kunnen doen, ja. Nee, maar dat bedoel ik, weet je. Als je ziet, dat is nu echt een trend aan het worden. En er wordt ook gewoon goed geld mee verdiend. Want je bespaart natuurlijk een heleboel geld, omdat je die game in principe niet meer opnieuw hoeft te ontwikkelen. Maar alleen hoeft, op te poetsen en een beetje content erbij of voel. Ja. Zou me helemaal niet verbazen als ze dat gewoon gaan doen. Ja. Nou ja, nee, ja, ik zit er niet op te wachten, maar oké, leuk voor ze. Maar goed, Fallout 4, zeg je, verwacht je nog... Jij bent echt de man van Bethesda. Verwacht je nog iets echt nieuws? Aan Fallout? Nee, gewoon überhaupt. Of überhaupt, nou ja. Nieuwe aankondiging. Ze hebben natuurlijk ook nog Dishonored in hun pocket. Was al verwacht dat ze... Ja, Dishonored 2 zou moeten kunnen komen. Er was al verwacht dat ze vorig jaar op de E3 daarmee zouden komen. Er was zelfs al een screenshot en een logo uitgelekt vorig jaar. Ja. Maar daar hebben we uiteindelijk niks van gehoord. Dus het zou goed kunnen dat ze daar dit jaar ook mee gaan knallen. En dan hebben ze 2 grote aankondigingen. Mm. Dus dat zou een goede reden zijn om je eigen persconferentie te beleggen. Ik heb meer zin in een nieuwe Dishonored dan in een nieuwe Fallout. Ja? Waarom? Omdat ik Dishonored best wel een tof principe vond. En ik vond de stijl zo tof van die game. Ik heb hem helemaal gemist. Ik heb hem wel dankzij Games with Gold op mijn 360 nog steeds staan. Maar die raak ik nu eigenlijk veel te weinig meer aan. Nee, het was echt is, een... Is het een klassieker? Nee. Het is geen klassieker. Weet je wat het is met die game? En wat het heel goed deed, was dat je via verschillende wegen hetzelfde doel kon bereiken. Oh ja. En, maar dan buiten het cliché marketingpraatje. Dat doen heel veel games. Alleen Dishonored, had zich daar helemaal op toegelegd. Dus... wat je dan vaak ziet in games, dan op een gegeven moment herken je zoveel patronen, dan weet je het wel. Dat heb je daar ook, maar omdat je zoveel keuzes had, kwam het alsnog over alsof je echt heel veel vrijheid had. Een soort van getruckeerde vrijheid was het. Maar wel echt tof gedaan, plus dat sausje wat er overheen lag, dat stijltje. Dat vond ik zo tof, ik vond het echt gaaf. Ik vond alleen het verhaal een beetje tegenvallen. Ja, dat wel. Ik vond het ook niet zo heel boeiend wat er allemaal, zeg maar, op een gegeven moment loop je zo'n bordeel, dat is allemaal niet zo, Zeg maar, je weet niet echt waarom je er bent, dus dan kun je je ook niet heel goed inleven. Nee, het was leuk om die levels te doorspelen, maar je hebt niet echt het idee van waarom je het nou aan het doen bent. Precies. Ja, maar goed. En het laatste ding wat Bethesda nog wel onder de hoed heeft, is een nieuwe Doom game. Ja. De nieuwe Doom. Wow. Je kunt je afvragen of Doom nog bestaansrecht heeft. Nou ja, waarom niet? Het is een shooter. Ja. Nee, het is wel een beetje een gevalletje. Opa heeft het ooit uitgevonden, maar... is nu niet heel erg relevant meer. Nou, ik vond Doom 3 heel tof hoor, maar je kunt je afvragen of, zeg maar, als je die game nu maakt, dan moet je hem eigenlijk, vind ik, voor PC maken, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Die gaat natuurlijk multiplatform worden. Maar dat is gewoon, Doom is eigenlijk meer nostalgie dan dat het nu nog echt relevant is. Maar als je die game opnieuw zou lanceren met
met moderne shooter-principes. En er gewoon de naam Doom op plakt. Wat maakt het dan uit? Ja, maar dat is dus precies wat Bethesda doet. Ja. Maar dat is het dus, zeg maar. Je plakt er gewoon de naam Doom op en... Er zitten wat aliens in. Maar dat is het natuurlijk ook een beetje. Kijk, het stond zo aan de wieg van het genre en toen was het nog zo anders dat je kan het niet meer maken zoals het ooit was. Nee, precies. Het was een fundamenteel ander soort game omdat het genre uitvond. En daarna is dat zo geëvolueerd dat je je kan het onderscheid tussen de Battlefields en de Call of Duties en de andere echt bekende grote shooters kun je heel moeilijk meer maken door een Doom game uit te brengen. Nee, precies, maar dat vraag ik me ook af. Maar dat is bij zoveel games. Bijvoorbeeld Metal Gear Solid heeft dat probleem ook. En ik vind, als je nu een nieuwe GoldenEye zou maken bijvoorbeeld, heb je dat probleem ook. Dat hadden we ook 5 jaar geleden. Ja. Er kwam een nieuwe GoldenEye, een hele middle-of-the-road shooter. Ja, die op de Wii, toch? Ja, en volgens PS3, als remaster zou ik maar zeggen. Het was echt... Het moest wel leuk zijn dat het James Bond was, maar het was niet de revolutie die de originele GoldenEye in 98 voor Nintendo 64 was. Ja. Nee, maar het is ook moeilijk om 2 keer een revolutie te ontketen. Ja. Dat is eigenlijk niet te doen. Het is heel simpel. Kijk, als Doom 4 een geweldige game wordt, dan laat maar komen. Maar dat gaat natuurlijk voor alles op. Dus het heeft niet echt te maken met de licentie, het is gewoon de kwaliteit. Oh, dus je kunt toch geen originele Doom game meer maken. Zo is het ook. We moeten wachten tot de E3 om te kijken wat ze allemaal tentoon gaat stellen. Het is in ieder geval op 14 juni, dus je kan het vast in je agenda zetten. Maar tot die tijd houd het in de gaten. Super. Joe, wat heb jij voor nieuws? Nou, het is eigenlijk niet zo mijn game, maar het is wel een interessante ontwikkeling. Namelijk dat er al een uitspraak werd gedaan over Titanfall 2 en dat die multiplatform wordt. Titanfall 1 was natuurlijk een timed exclusive voor de Xbox One, als ik me goed herinner. Klopt nou, het was een spel voor de Xbox One 360 en de PC. Ja, goed, maar... En de 360 versie is een beetje doodgezwegen door... Precies, dat bedoel ik mee te zeggen. Nee, het was voor PC en Xbox 360 aanvankelijk. En hij zou exclusief blijven. Ja, hij gaat dan naar de Xbox One. Ja. Of hij kwam daarna op de Xbox 360. Hij kwam eerst op de Xbox One en de PC. Het was timed exclusive binnen de Microsoft platform. Ja. En ja, god, weet je, het is niet zo'n... Ik heb wel een Blauwe Maandag gespeeld en Ron heeft er heel veel tijd in gestoken. Ja. En daarom vind ik het ook op zich wel een interessante game. Maar ik vind het vooral interessant dat ze met het tweede deel wel ook de PlayStation 4 willen gaan aandoen. Ja, het is gewoon de vraag wat ze ervan gevonden hebben. Hè? Kijk, EA heeft waarschijnlijk best wel veel geld moeten betalen aan Respawn. Microsoft heeft geld moeten betalen aan EA. Ja, tuurlijk. En Respawn die is in dienst van EA, dus dat is waarschijnlijk hun keuze helemaal niet. Nee. Respawn is een studio die het gemaakt heeft en EA is de uitgever. Nee, absoluut. Respawn, je wordt eigenlijk een oor aangenaaid natuurlijk door je uitgever, want er komt gewoon opeens een manager naar je kantoor toe en die zegt, wij hebben een grote zak geld van Microsoft gekregen en jullie gaan hem exclusief voor de Xbox One maken. Dat kan al misschien nog wel van tevoren gezegd zijn hoor, nog voordat de ontwikkeling van start gaat. Dan word je al maar zo beperkt eigenlijk. Dat heb jij, kijk, het is natuurlijk een apart verhaal op het moment dat het een exclusive wordt door die zak met geld van Microsoft. Mm-hmm. Heb jij enig idee hoe goed Titanfall het gedaan heeft op die platformen? Ja, ik zou de sales niet kunnen noemen. Ik weet wel, dat was een game die leefde in het begin heel erg. Iedereen vond hem ook tof. Na een week kakte het enorm in. Ja. Ja. Omdat, het was misschien niet... Het was niet... Laat ik zo zeggen, Titanfall heeft... Van alle games van 2013 of 14? 14. Ik dacht... Vorig jaar. Okay, 14. Begin vorig jaar. Ik ken weinig games die zoveel veranderingen door hebben gemaakt als Titanfall. Ja. Titanfall is echt beter geworden naarmate de ontwikkeling vorderde. Er kwam een black market bij. Ze hebben dan die map packs gehad. Nou ja, daar moest je dan van gevolg betalen. Maar aan gratis contentje kon je Titan customizen en zo. Dat hebben ze allemaal later toegevoegd. Dat was echt heel tof gedaan. En ook gewoon die stability patches en zo. Maar toen werd het eigenlijk al niet meer echt heel veel gespeeld, voor mijn gevoel. Nee. Omdat het dus in het begin haakte heel veel mensen af, omdat ze het gewoon te karig vonden qua diversiteit. Ja. Het is ook niet echt de revolutie die was beloofd natuurlijk. Nou, ik had nooit het idee dat het een revolutionaire game was. Je zag gewoon al aan de engine dat het soort van COD on steroids was. Ja, dat was natuurlijk ook wel de gedachte, omdat het het originele kernteam was dat die game ging maken. Ja, precies. Vincent Pella en Jason West, en toen ging die ene guy nog weg ook. Ja. Dus toen tegelijkertijd biedt dat denk ik wel potentieel voor een vervolg. Want je zegt net, deed iets heel tofs en daar is op voortgeborduurd en uitgebreid. Maar toen waren de meeste mensen al weg. Ja. Terwijl juist met de sequel, en zeker als je daarvoor ook de PlayStation 4 erbij pakt, denk ik dat kan groeien. Dat Titanfall als IP groeit potentieel heeft. Ja, Titanfall is natuurlijk wel echt een Xbox game. Vanwege het is een shooter en een hechte online community. Raw Space Marines! Plus dat. Maar ja,
ja, het kan niet misgaan, denk ik, als je een multiplatform brengt. Iedereen wil die game toch spelen. Het feit dat hij nu waarschijnlijk multiplatform wordt, betekent dat Microsoft er gewoon teleurgesteld is in hoe de game het gedaan heeft. Ik denk dat er gewoon in het contract heeft gestaan dat deel 2 multiplatform wordt. Ja, dat zou kunnen. Dat zou ook kunnen. Maar het kan natuurlijk Microsoft nog steeds zo zijn natuurlijk dat Microsoft zegt van hou, hier is nog een zak met geld en hou die Sony jongens maar weg. Dat sluit ik uit. Ja, hij komt gewoon multiplatform, denk ik. Oké. Ja. En dan wordt hij een stuk beter? Gaat hij het ook een stuk beter doen, denk je? Nou, wat ik hoop dat ze niet gaan doen is zeggen, we gaan een singleplayer maken. Ja. Dat hoop ik niet dat ze dat gaan zeggen. Dat hebben ze juist beloofd. Want dat is echt tergend. Maak gewoon een fantastische multiplayer game en zorg ook dat die heel erg uitgebreid is. Ja. Ja. Over multiplayer games gesproken, Ron. Ja. Jij hebt ook nieuws meegenomen. Ja, een shooter. Ik heb net gisteren nacht, nadat ik hier met deze man, meneer Joe van Buren, kapotje GTA Online heb gedaan, de preview geschreven van de Battlefield Hardline beta. Oh ja. Deze week meldde de executive producer. Executive producer. Brabant. Zo, juist. Pardon hoor. Ik vernarrel het weer. Dat de game 6 miljoen keer gespeeld is. 6 miljoen. Op alle platformen. Dus en hij is er niet eens uit. Ja, dat is raar. De beta. Ja. 6 miljoen, dat is wel veel voor een beta volgens mij. Dat is heel veel. Nou, het is ook wel verdiend, denk ik. Maar zal natuurlijk eerst kwam EA met de initiële beta. Die eigenlijk best wel teleurstelde. Omdat het niet echt dat kops en robbers gevoel had. Waarmee ze in het begin wel te koop liepen bij EA. En nu bij die tweede beta, we hebben natuurlijk veel mensen waarschijnlijk zoiets gehad van oké, de game komt over 5 weken uit. Nou, laat maar zien wat er dan veranderd is. Die game is ook nog uitgesteld geweest natuurlijk een paar maanden. En het heeft het wel goed gedaan. Het is echt actief een leukere game geworden om te spelen. Ja. Ja, en het kops en robbers thema komt ook wat beter uit de verf nu. Het is, mag nog steeds voor mij veel kleinschaliger. Er moeten gewoon kleinschalige modi komen in die game. Dan is het ook meer een echte spin-off, weet je wel. Anders voelt het een beetje als een van gedowngraded versie van Battlefield. Ja, maar ik heb ook het idee, kijk, Battlefield was natuurlijk ooit begonnen als grootschalige veldslagen. Mm-hmm. 16 spelers of meer, et cetera. Dat het dan ook heel moeilijk is om dat te downscalen. Je had natuurlijk zo'n game als Bad Company die het over een compleet andere boeg gooide. Ja. Battlefield is wel verschillende kanten opgegaan. Had je dat vorige deel, dat was heel megalomaan met wolkenkrabbers laten instorten en massale destructie. Ja, het is, en wat willen ze dan met Hardline weer? Dat klopt. Het is te hopen dat, zeg maar, ik hoop vooral dat die game dus niet tussen wal en schip gaat vallen. Dat ze niet zeg maar zeggen van oké, we durven niet een kleinschalige game te maken, maar we willen ook niet dat het zo grootschalig is als Battlefield 4. Dus het is een mix van beide. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Mm. Ik heb zoiets van, hak die knoop dan door en maak gewoon een echte kops en robbers game. Yeah. Ik heb op de Gamescom een hostage rescue modus gespeeld. Mm-hmm. En dan speelde je iets van 6 tegen 6 of 5 tegen 5. En dat was echt super tof. Dat deed me echt denken aan Counter-Strike, Rainbow Six-achtig. Dan heb je echt dat je als politiecollectief een kantoorcomplex binnen moet vallen. En je hebt geen respawn, je hebt maar één leven. Dus dan moeten de terroristen zeg maar die aanval zien af te houden en de hostages beschermen. En dat is heel Battlefield vreemd, maar wel echt heel erg tof, juist omdat het zo anders is. Want Battlefield is natuurlijk nog steeds geen COD, omdat de auto-aim is anders. Het duurt veel langer voordat mensen dood zijn als je ze beschiet. Ja. De weapon sway is anders, de recoil en zo. Dus ik zie daar wel iets in. Maar ik hoop dus nog wel dat ze even doorpakken en nog meer kleinschalige modi en maps hebben toegevoegd in die tijd dat het is uitgesteld. Ja. Ik vind het wel opvallend dat Battlefield nog zo populair is na alle problemen die het vorige deel had. Ze hebben toch een flinke imago-deuken opgelopen door die multiplayer die eigenlijk maandenlang niet werkte. Dat was echt niet te doen. Nu dan toch weer 6 miljoen mensen zeggen van, nou, ik ga toch weer even kijken. Ja, zo'n beta, dat kost je natuurlijk niet zoveel, behalve tijd. Nee. Nee, maar het is gratis, hè? Ja, mensen zijn makkelijk te overtuigen om iets gratis te spelen. Ja, maar dat is ook wel belangrijk dat die beta natuurlijk goed werkt en dat mensen zien van, oké, ik kan er weer vertrouwen in hebben. Want dat is natuurlijk wel een puntje. Heel veel mensen die gaan zitten afwachten op de reviews of de servers wel werken en of de multiplayer het wat doet. Ja, wat dat betreft is het een tweede kans ook voor je. Ja, ja en ook een laatste kans. Dat zullen we zien. Oké, tot zover het nieuws. We gaan straks nog jullie vragen beantwoorden. We gaan nog vooruitkijken op The Order 1886. Maar we gaan het eerst hebben over reviewcijfers. Ja, heren. Deze week een stukje nieuws van Eurogamer. Die hebben besloten om de reviewcijfers totaal te laten vallen. Ze gaan geen cijfers meer geven. Daardoor staan ze dus ook niet meer op Metacritic. En ze zeggen, ja, lieve mensen, jullie moeten onze review maar lezen.
alle woordjes één voor één in je opnemen. En dan zelf maar bepalen wat je van de game vindt en of het iets van jou is. Dat is niet helemaal waar eigenlijk. Hè? Ze hebben de cijfers weggegooid, maar ze zeggen ja, we hebben nog wel badges. Ja. We hebben bijvoorbeeld een recommended als we het spel aanraden. Een essential als we het essentieel vinden. En een hele grote avoid als het een kutspel is. Ja, en dan hebben ze nog een vierde categorie. Dan delen ze geen badge uit. Ja. Maar dat komt dan eigenlijk omdat ze het de moeite van het recenseren niet echt waard vinden. Dus dan zeggen ze van bijvoorbeeld FIFA... Of een of andere obscure indie game die moeilijk te categoriseren zijn. Die, ja, die het is zo uit. Van, we raden het niet echt aan, maar het is op zich ook niet heel erg slecht. Ja, precies. Zo van de, voor liefhebbers tussen, van het genre tussen, ja, dat, is het best leuk. Dus, tussen precies, de 5 en de 7,5. Nee, maar dat cijfers, is inderdaad. Ja. Als je van voetbalgames houdt, weet je wel dat. Ja, dat. Dan moet je, dat is FIFA wel een game hebben. Voor jou. Ja. Als je overigens lezer, als je ooit een recensie leest waarin iemand zegt... Nou, als je van voetbalgames houdt, dan is dit de game voor jou. Voor of fans van het genre. Als je van schieten houdt, dan is... Kan dit wel eens jouw ding zijn? Dan als schieten niet voor jou met lezen. Is, dan is Call of Duty niet jouw spel. Dan moet je echt stoppen met lezen. Nee, maar kijk, daar gaat het om. We hebben, zodra dit naar buiten kwam, hebben we ook binnen de redactie van Gamer daar best wel een discussie over gevoerd. Van, goh, wat moeten we daar nou van vinden? Zouden we dat zelf ooit moeten overwegen? Alle cijfers weg. Precies. Nou, dat is voorlopig niet aan de orde, maar de discussie werd wel aangezwengeld. En waar eigenlijk een heleboel mensen het al snel over eens waren, was dat ze eigenlijk gewoon de schaal van 1 tot 10 hebben vervangen door schaal van 1 tot 4. Namelijk... Ja. Onvoldoende, afgeraden, niks. Recommended en essential. Ja, leuk, maar dat is alleen maar schaalverkleining. Ja, kijk, ik vind het wel een nobel streven, want zo'n precies. cijfer, als je alleen maar een cijfer... Kijk, heel veel van die lezers, die kijken alleen maar naar het cijfer. En dan gaan ze ook cijfers zitten vergelijken. Ja. En dan zeggen ze, oh, dus Call of Duty Modern Warfare 2 is even goed als Threes op je mobiel. Want die hebben allebei een 10. Dus ja... Ja, kijk, cijfers, er is nog een veel groter probleem met cijfers. En dat probleem heet Metacritic. Ja, precies. En de vergaarbak van alle becijferingen van games, maar ook films en dergelijke, hartstikke mooi. Het vervelende is alleen dat Metacritic in onze business gebruikt wordt als middel om een heleboel aan te bepalen. En dan hebben we het over marktonderzoeken, maar ook over de bonussen en soms zelfs salarissen van mensen die games ontwikkelen. Ja. En daar heeft notabene Eurogamer, vandaar ook mede deze keuze, eens een keer volgens mij een achtergrondverhaal geschreven, dat iemand tot zijn grote schrik erachter kwam dat hij indirect verantwoordelijk is door een game te becijferen. Nou. Of iemand wel zijn hypotheek kan betalen. En dat is best wel een angstaanjagende gedachte. Ja, als je daar als recensent over na gaat denken, dan... Nou ja, je moet het niet groter maken dan het is. Precies. Maar het feit dat... Ik bedoel, wij staan ook op Metacritic. Dus. Ja, wij dragen bij aan dat cijfer wat zeker, maar het feit staat. Dat de industrie draait op de cijfers die wij geven, dat kan niet. Het is bedoeld voor de consument om te kijken, goh, hoe wordt die game beoordeeld en is dat wat voor mij... Dan, het is de omgekeerde wereld dat ontwikkelaars en vooral uitgevers daar hun strategie op gaan aanpassen. Maar dat gebeurt al een tijdje. En Eurogamer doet dit mede om dat een beetje tegen te gaan. Precies. Maar als... de Metacritic is echt een smet op recensiewerk. Omdat je gewoon... Het plat. Ja, maar er is ook een soort van... hoe kan je het noemen? De theorie die Metacritic gebruikt om games punten toe te wijzen... is ook weer afhankelijk van de grootte van de website die het cijfer geeft. Dat is ook waar. En ook van de periode dat die al bij Metacritic zit. Ja. Gamers zitten bijvoorbeeld al best lang bij Metacritic. Wij hebben dat toen zelf voor gezocht, dat is echt al 6 jaar of zo. En wij waren de eerste Nederlandse website die bij Metacritic zat. En wij staan ook het hoogst aangeschreven van alle Metacritic websites in Nederland. Maar wij hebben wel... wij staan volgens mij in categorie 3 of zo. Ja. Maar zo'n IGN is dan categorie 1. Dan IGN, ja, en als die dan... Dat weegt dan weer niet op tegen wat wij doen. Dus nee. Dan telt het cijfer... IGN heeft een veel grotere invloed op het gemiddelde dan Gamer.nl. Ja. En dat is naar, dat is 1. En ten tweede, wat je ook wel een beetje af moet vragen bij recensies zelf... Dus los van het hele Metacritic gezeur... is natuurlijk wel dat mensen die een recensie lezen... in essentie eigenlijk alleen benieuwd zijn naar... kan ik mijn mening hier aan spiegelen? Dus komt dit overeen met wat ik zelf verwacht of denk van de ervoer game? Van die game, inderdaad. Ja. En je valt er tegen of is het tof? En als je dat laatste wilt weten, dan kijk je gewoon even naar het cijfer. Oké, een 8, dat risico durf ik wel te lopen. Ja. Eurogamer is natuurlijk probeert een inhoudelijke website te zijn. Dus wat voor hen ook meetelt. Ja, wij ook. Dus ja, nee, wel. Zeker. Maar daarom is die discussie voor Gamer ook relevant. Hmm. Maar Eurogamer wil ook gewoon dat hun teksten gelezen worden. En je kunt je afvragen of dat de goede... motivatie is om cijfers weg te halen. Ja, ik denk niet dat je een lezer die alleen maar komt om het cijfer te zien,
dat je die kan opvoeden of dwingen om een hele tekst te lezen. Nee. Want dat zijn lezers die even snel willen weten wat je ervan vindt. Die lezen het cijfer, misschien de conclusie en de plus- en minpunten. En die kan je niet dwingen om dat hele stuk van 1200 woorden te lezen als hij niet wil. Ja, en als je ook, er geen tijd voor heeft. Ja, precies. En het is ook een stukje webjournalistiek. Hè? Mensen die weten niet. Kijk, je hebt in onze industrie nog altijd veel kranten- en tijdschriftjournalisten. Maar die snappen niet dat op het internet, dan zit de lezer in de regisseursstoel. Je hebt als schrijver niets in te brengen. Jij kan helemaal niet bepalen wat mensen lezen of niet lezen. En dan is een cijfer misschien inderdaad een beetje kort door de bocht, omdat je eigenlijk een tekst van 1500 woorden in een getalletje propt. Ja, dat is moeilijk. Maar, ja, het is wel wat mensen willen. En wie zijn wij dan om te zeggen van, nou ja, die stroming gaan wij tegen door op onze principes te gaan staan. Ja, het is natuurlijk een tijdje geleden was Gamer een van de eerste sites, misschien wel de eerste site, om de conclusie en het cijfer bovenaan te zetten. Dat was nog voordat ik voor Gamers schreef. Ja, dat hebben wij toen. Daar heb jij nog wel actief meegemaakt als redactie. Ja, en ik weet dat daar al een heleboel reuring over was. Ja, mensen gaan je tekst niet meer lezen. En het dat pleitte ik. Ik pleitte daar heel erg voor toen, omdat ik vind dat een conclusie moet bovenaan staan, omdat dat het eerste inzicht is dat een lezer krijgt. Plus, dan kun je ook de recensie vanuit de conclusie schrijven. Ik heb er een hekel aan als mensen beginnen met de inleiding en eindigen met de conclusie. Je moet gewoon vanuit een bepaald gedachtegoed van deze game is kut, deze game is tof. En vanuit dat gedachtegoed, vanuit die invalshoek, moet jij gaan argumenteren. Deze game is kut, maar waarom dan? Ja, precies. Dan ga je beargumenteren. Nee, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, sowieso moet ik zeggen, als ik een game recenseer, dan begin ik meestal met het grote verhaal en daarna maak ik de conclusie. Omdat het ook een beetje een samenvatting van mijn verhaal is. En dan probeer ik natuurlijk wel te prikkelen dat jullie gaan lezen. Ja. Ik ben trouwens benieuwd, laat het vooral even weten wie ook daadwerkelijk de hele recensie leest. Dat is goed omdat lees dat is fijn, Erik, maar we hebben nog meer. Nee, ik kan je vertellen, daar word je bang van, hoor. Er is wel eens onderzoek naar gedaan, bijna niemand leest het. Bijna niemand. Ik denk niet dat meer dan 10 mensen de hele recensie lezen. Zoveel procent haalt het tot die alinea, zoveel procent. Ja, maar als je ziet wat echt het einde van de recensie haalt, en sowieso aandachtig leest. Ja. Dat is. Kijk, dat is ook de reden waarom wij bij Gamer, zonder pretentieus te worden, proberen om bij de recensies soms een meerwaarde te geven. En misschien niet alleen een beoordeling van de game, maar ook een duiding te geven. Weet je wel? De beoordeling hebben we al in dat conclusiekader bovenin. En het cijfer, de plus en min. En de recensie gebruiken we ook om een beetje uit te wijden van, goh, wat voor elementen bedenkt deze game mee, geplaatst in de tijd van nu, in het genre, waar is het aan te koppelen in bepaalde ontwikkelingen in de industrie, en soms zelfs kunststromingen. Laatst met Zelda, Majora's Mask, konden we er ook over uitweiden. Had ik nog een achtergrondverhaal dat daar dieper op inging. Ja. En dat is de meerwaarde die we in zo'n tekst kunnen meegeven. Ik zat van tevoren te denken, moet ik het hierover gaan hebben? Maar ik ga het toch zeggen, op dit moment ligt Evolve in de winkel. Oh jee. Ja. En op Twitter zijn er heel veel Nederlandse recensenten die zeggen van, nou, Wij wachten met de recensie totdat Evolve daadwerkelijk uit is, zodat we kunnen kijken hoe het zit met de servers, hoe het gaat verlopen als die game daadwerkelijk uit is en hoe de consument hem ervaart. Ja. En ergens las ik zelf van, belachelijk dat andere sites dat niet doen. Nou, echt serieus, dat vind ik zo fucking hypocriet. Wij zijn bij Gamer, ik bedoel, ik doe al jaren de Call of Duty recensies. Mm. En al jaren wachten wij met die recensie tot na de launch. En wij waren nou vrijwel altijd de enige website die dat deed. Mm. En als je kijkt naar hoe Call of Duty steeds systematisch teleurstelde na launch, omdat iedereen die speelt die game dan in Londen op zijn recensie-evenement, superleuk. Nou, ik denk dat wij bij Gamer ieder jaar wel 1,5 cijfer lager hebben gezeten. Behalve bij Modern Warfare 2, want die kreeg een 10. Maar ik denk dat wij daarna, daarna hebben we overal lager gezeten. En niet expres om juist streng te willen zijn, maar juist omdat gewoon die game teleurstelt. Ja. Ja. Maar dat gaat ook, kijk, dat is een mooi haakje naar sowieso een algemeen ontwikkeling in de game-industrie die ook het becijferen van games moeilijk heeft gemaakt. En dat is dat op het moment dat een game uitkomt, dat is maar een momentopname. Je hebt tegenwoordig een veel breder spectrum van wanneer je een game speelt. Wij speelden vroeger preview-versies en dan doen we een preview, dat doen we nog steeds. Je hebt tegenwoordig ook early access en een beta, zoals Battlefield, dat we net bespraken. Nou, dan komt de game uit. Maar ja, dan maken we er vaak mee dat dat nog maar. Die vol zit met bugs. Nou, dat kan, zoals Assassin's Creed. Het moet nog gepatcht worden, geüpdate. Of er komt een heleboel content bij. Niet alleen DLC, maar soms ook gratis updates. Ze zijn soms complete game changers aan updates. Waardoor op het spel wordt beter op een gegeven moment. Dus zou in principe een hoger cijfer verdienen. En dan heb je net die dag van de release, of een paar dagen ervoor, of misschien daarna. En dan pak je een beet en dan plak je er een cijfer op. Maar dat is misschien helemaal niet representatief voor de periode daarna. En dan moet je weer cijfers gaan veranderen. Dat doet Polygon. Daar staan we ook weer niet altijd helemaal achter. Nee.
Maar wij bepalen niet wanneer die game uitkomt. Nee. Dat doet de uitgever. Klopt. Ja, uitgevers krijgen één kans om een game te launchen. Launch day. Dan heb je ook de meeste verkopen meestal. Het is niet dat je 3 maanden later zegt, nou hij komt nog een keer uit, kom hem nog maar een keer kopen. Het is launch day, dat is de dag dat mensen hem kunnen gaan kopen. Dat mensen er geld aan kunnen uit gaan geven. En dat is dus ook het moment dat wij er een cijfer aan hangen. Ja. Ja. Ja, je kan zeggen, Assassin's Creed is nu 3 maanden later veel beter dan toen. Ja. Moeten we hem dan nu nog een hoger cijfer gaan geven? Maar dat denk ik niet. Nou ja, dat blijft lastig. Wat we natuurlijk wel vaak doen bij bepaalde games, vooral prominente games, met een grote ontwikkeling aflopen. Of bijvoorbeeld een multiplayer die we alleen kunnen testen na de release, omdat dan de servers beter werken. Dat we een apart feature nog maken om te kijken, ja, hoe staat het nu met? Weet je wel? Ja. Nou ja, wat dat werkt goed, bij Call of Duty deden was gewoon... Kijk, want je wil, daar zou ik gewoon helder en transparant in zijn. Wij willen bijvoorbeeld, als Call of Duty uitkomt, willen wij op launchdag wel gewoon de clicks en de hits van de mensen die willen weten. Call of Duty komt vandaag uit. Tuurlijk. Nou, lekker even op gamer.nl kijken wat er wel te lezen valt. Of ik moet gaan halen van. Nou, dan, bijvoorbeeld, ik doe dan ieder jaar een Storify, weet je wel. Dus dan een paar tweetjes hang ik dan aan een artikel. Laat ik zien wat de pro-spelers ervan vinden, hoe de community hem ervaart en wat ons opvalt aan de balans. Want die balans, die kun jij niet recenseren op een recensie-evenement. Die kun je pas recenseren als die game daadwerkelijk door iedereen gespeeld wordt. Want pas dan, hè, dan kom je achter dingen die je misschien daar niet, die je daar nog niet ontdekt had op zo'n recensie-evenement. En daarna, dan proberen wij pas te gaan recenseren. Dus als daadwerkelijk iets meer, als wij iets concreter kunnen maken wat de game slecht en goed doet. Ja. Ja. Nou, er zijn verschillende oplossingen. Ook zoals met Halo afgelopen najaar. Dan konden we ook op, dan heb je de release dag of de dag waarop het embargo verloopt voor een recensie. Maar dan heb je nog niet voldoende kunnen spelen of nog niet de representativiteit om een oordeel te vellen. Dan maken we een aparte feature waarin we ofwel beschrijven hoe de game speelt tot dusver. Of wat verder uitweiden over de game of de franchise. We proberen dan wel op zo'n moment aandacht te besteden. Maar als wij niet een goed oordeel kunnen geven, dan doen we dat ook niet. Daarom Evolve hebben we ook. Maar het blijft een lastig spelletje. Nu haal je weer iets aan, hè. Want ik moet zeggen, misschien heb ik bij de Master Chief Collection een beetje gefaald. Want ik heb die game gerecenseerd. Niet op het embargo. Niet op de embargo datum. Dus op de datum dat Microsoft zei, oké, nu kan iedereen met zijn recensies komen. Maar ik heb gewacht omdat het online niet werkte. Ja. En toen heb ik nog langer gewacht. Er was toen één dag, toen kon ik best veel spelen. Nou, dus toen, aan de hand daarvan heb ik dan de recensie geschreven. Ik heb het dagje de online multiplayer gespeeld, recensie geschreven. Waarom volgens mij een week later of zo. Ja. Nu blijkt achteraf dat die game vandaag de dag steeds gewoon niet goed werkt. Nee. Ja, dus dat is wel een periode van 4 maanden. Dat is best wel veel. Nee, dat is dat soort ontwikkelingen, daar blijven we tegenaan lopen. Ja. Maar het mooie is dus wel dat je als webjournalist de technische mogelijkheden hebt om daar dus iets aan te veranderen. Ja, dat is waar. De omgang daarmee, die ontwikkelingen, dat is echt een uitdaging, vind ik. Ja. Maar we zijn ermee bezig. Ja, we zijn ermee bezig. Altijd. Moeten we nog even terug naar Metacritic? Want Joe, je zei inderdaad, hè, een van de redenen dat Eurogamer die cijfers laat vallen is omdat Metacritic zo kwaadaardig iets wordt. Maar is dat iets waar wij als journalisten iets aan kunnen doen? Nou ja, kijk, dan kun je zeggen, nou, doe ook niet meer mee. Tegelijkertijd heb je er wel een bepaald belang bij om zichtbaar te zijn en dus ook Metacritic mee te nemen. Het geeft toch een soort meerwaarde aan je site qua erkenning en zichtbaarheid. Maar dat is ook een ontwikkeling. We weten niet, kijk, dat is nu staat het dan een beetje ter discussie. Het kan goed zijn dat we over een paar jaar Metacritic niet meer nodig vinden of zoiets hebben van, nou weet je, daar willen we ons niet meer mee associëren. Maar dat is nu nog niet te zeggen. Lastig is ook, daar loopt Eurogamer ook tegenaan, de Google rankings. Productbeoordelingen, dus ook game recensies, wil Google een sterrenscore op schaal van 5 meenemen. En die doet Eurogamer dan weer wel. Want anders dan zakken ze weg in de Google rankings en dan krijgen ze minder bezoekers. Ja. Dus zolang je dat soort dingen blijft houden, kun je niet zonder scores. Simpelweg omdat je dan zichtbaarheid verliest. Ja, maar je hebt ook nog altijd alternatieven voor Metacritic. Zeker? Ik bedoel, game rankings is ook al van alle tijden. Zeker. Met Google, en dat is toch wel de allergrootste meta, zal ik maar zeggen, waar je bij wil horen. Ja. Als je daarin voor te komen al niet aan ontkomt om een bepaalde score te gebruiken, dan geeft het ook aan dat mensen dat toch willen. Precies. Dat is de technische vindbaarheid van je site en dergelijke. Ja. Maar kijk,
het argument is Metacritic dat is slecht omdat uitgevers hun bonus en zo erop baseren en hoe het spel het doet. Maar is dat eigenlijk niet logisch? Want als uitgever wil je dat jouw team... Die wil dat jouw team een goed spel maakt. En hoe weet je of iets goed is als een pool van heel veel experts zeggen dat het goed of slecht is? Tuurlijk. En nee, als Metacritic er niet is, dan zouden die uitgevers toch zelf gewoon alle cijfers van alle websites en alle beoordelingen... Kijk, stel, niemand geeft cijfers, maar dan kunnen uitgevers die kunnen ook gewoon die recensies lezen en kijken of wij het goed of slecht vinden. En alsnog daar een bonus zeker. Op beoordelen. Maar ja, dat is minder meetbaar. Drie zinnen kun je niet meten zoals je een 8 kan meten. Je kan wel zeggen van, ze zijn overwegend positief of overwegend negatief. Ja, maar dan heb je dus een schaal van 1 op 2. Ik kan je zelfs vertellen dat lokale PR-managers, dus de mensen die hier in Nederland in dienst van de grote bedrijven in Amerika en Engeland werken, die worden ook gewoon afgerekend op de regio, de cijfers in hun regio. Soms? Dus wel eens, vaker dan soms. Dat is waar. Ja. Dat vind ik ook heel naar. Dat je als PR-manager wordt afgerekend op de kwaliteit van de game. Ik neem toch aan dat je met een heel goed PR-traject een goede journalist niet kan beïnvloeden. Nee. Mag je toch hopen, maar kijk, het is natuurlijk in die zin is het een synergie, want de ontwikkelaar is afhankelijk van de uitgever en daaraan gekoppeld PR en omgekeerd, weet je wel. Dus op het moment dat de ontwikkelaar op zich een goede game maakt, maar die slecht in de markt wordt gezet of slechte technische support krijgt of wat dan ook, en het daardoor slecht wordt, dan... kan ontwikkelaar niet maar doen. Dat beïnvloedt de verkopen en niet ons cijfer. Nee, maar het gaat wel om dat zo'n cijfer lager kan uitvallen omdat de uitgever op bepaalde punten gefaald heeft. Met ondersteuning, noem maar wat. Of de game niet goed in de markt heeft gezet, waardoor die goed is, maar niet verkoopt. Kan ook. Ja, maar dat heeft geen invloed op het cijfer. Nee. Maar wel op de bonussen, met de verkoopcijfers. Dat is waar. Ik wil nog één ding vragen, wat de luisteraar zich misschien nu afvraagt. Er zitten hier met 3 recensenten. Hoe geven jullie een cijfer? We hebben net besproken hoe belangrijk die cijfers zijn. Hoe komen jullie op een cijfer? Ik kijk gewoon wat past bij de game. Ja, want heel veel mensen die denken, het is plus dit, plus dit, plus dit. Dat is dus niet. Het is echt, je maakt een analyse, je hebt je argumenten op papier staan. En vervolgens ga je kijken, nou, welk cijfer past nou bij deze game? Wat ik niet probeer te doen is, Call of Duty heeft een 8,5 gehad. Dan krijgt Battlefield Hardline een 9. Weet je wel, dat probeer ik niet te doen, want ik vind iedere game staat... Ja, precies. En iedere game staat op zich. En zo moet je cijfers ook kunnen analyseren. Je moet niet denken van, maar deze game heeft een 9 gehad. Hoe kan die dan beter zijn dan deze game die een 8 heeft gehad? Dat kan niet. Maar zo moet je dus niet denken, want je kunt bijvoorbeeld een 9 sportsgame niet vergelijken met een 8 shooter. Nee, maar als bijvoorbeeld FIFA een 8 heeft en Pro Evo heeft ook een 8, zijn dat dan allebei even goede voetbalspellen? Nee, dan heb je dus een hele goede FIFA en een hele goede... Pro Evolution Soccer, pardon. Als je van voetbal houdt, dan moet je Call of Duty spelen. Als je houdt van ballen, dan kun je wel terecht bij je gast. Nee, maar het becijferen van games, dat is voor de helft fingerspitsengevoel en voor de helft kijken naar de feiten. En meestal, wanneer wij een game spelen, dan merk je in de loop van het proces al wel een beetje waar het naartoe gaat qua cijfer. Ja. Sterker nog, ik denk dat als we heel eerlijk zijn, dat je a priori... Je hebt al een beeld van een game, geen beoordeling, maar je hebt je een beetje ingelezen, gezien wat langs, misschien al een preview werd gespeeld. Dus je hebt al een idee wat het doet en waar het toe gaat. Dan speel je de game om daar een volledig beeld van te schetsen. En dan, terwijl je de game speelt, dan heb je meestal natuurlijk, dat gaat naar een 7,5, nee, een 9. En dat kan ook heel erg omhoog of omlaag gaan. Als jij een game speelt die heel goed begint, heeft het worden 9. En daarna komt er een plot twist of ineens zakt het technisch in elkaar, of het houdt het niet vol. En dan kan het opeens omlaag donderen. Ja. Of een game die aanvankelijk misschien niet heel speciaal is, die op een gegeven moment toch iets heel goed doet. En dan moeten we dat in de recensie, in de tekst, verantwoorden en beschrijven dat het bijvoorbeeld een moeilijk begin kent, maar daarna heel rewarding wordt. Ja. Ja, ik heb hetzelfde. Het is meer een soort gevoel eigenlijk van wat past er en wat niet. En het is niet dat je voor, doet dit slecht, dus er gaat iets af. Omdat ik dat wel één keer gehad heb bij Thief. Toen ik dat speelde, toen had ik een cijfer in mijn hoofd. En toen zag ik het einde en het was zo verschrikkelijk slecht. Toen heb ik daar nog een half punt afgehaald. Nou, dat kan. Dat kan gebeuren. Het ding is ook wel, mensen moeten in principe ook zelf weten hoe ze met lezers moeten zelf weten hoe ze cijfers gebruiken, vind ik. Als een lezer die cijfers wil gebruiken om dingen te vergelijken, ga vooral je gang. Ik bedoel, dat staat de lezer vrij in. Ja. Maar ik vind het dus wel grappig dat wij alle drie zeggen van het is een soort gevoel om een cijfer te geven. En dat die cijfers wel ontzettend belangrijk zijn in de industrie. Ja, maar dat is het stupide ook.
Ja. Het kan natuurlijk ook geen recensiemethode zijn of zo. Nee. Dat je denkt van, nou, A plus B plus C is... Nee, dat maar het is... Maar je weet of het spel goed is. Maar het is eigenlijk net zoals het rapport dat je op de basisschool meekrijgt. Dan zei de lerares of leraar ook van, ja, je hebt daar de cijfers. Maar belangrijk is de linkerpagina met de plusjes en de minnetjes en de uitleg erbij. En de stickers. En de krul. De krul met een sticker. Ja. Oké, jongens, genoeg over cijfers. Ja. Ik wil niet dat mensen die nu slapen die aan het luisteren zijn. Ik denk dat het... Dat ze het dan een 8 geven. Oké, 8. Ik geef jou een 7. Ruimte voor verbetering. Kom op de metacritic voor podcast. Over die cijfers gesproken. Die opmerking een 9. Straks komen we bij het cijfer 1886. We gaan eerst de vragen beantwoorden. Dat bruggetje geef ik een 9. We hebben echt luisteraars, want we krijgen ook echt vragen binnen. En dan is het wel zo netjes om die vragen te beantwoorden. Ron, jij wilde eerst nog even iets rechtzetten over The Last of Us. Want jij hebt daar nogal een aanvaring gehad op Twitter. Ja, ik had geschreven dat The Last of Us en ik niet echt klikken. Klikken. Ja. Maar dat we niet echt klikken. Die was goed hier. Oh, die was echt goed. Oké, maar goed, dat we niet echt klikken. En ik kom erop terug. Ik heb The Last of Us uitgespeeld. Ik vond het fenomenaal. Ik vond het super vet. Ik vond het echt geweldig. Ook qua gameplay. Kun je mij ook bekeren dan? Want ik zit nog steeds in het andere kamp. Hoe kan dat nou? Dat kan gewoon niet. Ik zat eerst in jouw kamp. Maar ik ben uit het kamp. Ik sta in het bos. Okay. Ik ben een vrije man. Ja, ik had de game voor 40% gespeeld en hij wist nog steeds niet. Ja, dat zegt hij vaker. Dus ik ga hem nog wel een keertje verder spelen. Maar hoe ging het bij jou dan? Nou, ik had hem eerst. Ik had het eerste begin. Nee, ik ga hem zeker niet spoilen. Maar het einde dan gebeurt er nog altijd. Nee, het begon bij mij zeg maar dat ik die game een maand nadat die remaster uitkwam, begon ik met spelen. En toen een half uurtje deed ik het en toen kwam ik er niet echt in. Het was niet vloeiend of zo. Mm. Nou, toen ben ik een week daarna weer begonnen. Heb ik 2 uur gespeeld of zo. En toen dacht ik, laat maar zitten. Heb ik geen zin meer in. Maar wat je dus met die game moet doen, je moet gewoon even tijd vrijmaken. Ja, je moet heel die game in één keer spelen. Ja, en dan, die opbouw is zo fucking sterk in die game. Je moet tenminste geheel zien. Het gaat wat langzaam. En dus als je denkt van, ik ga het even snel spelen om het even te proberen en je zit er niet in, dan ga je het ook niet vatten. Maar het is een langzaam spel wat zijn opbouw nodig heeft. En uiteindelijk, gameplay het wordt is steeds zo beter, goed. Het verhaal wordt steeds beter. En de gameplay is zo goed. En de gameplay is ook heel goed. De gameplay is echt goed. Het is echt niet de standaard shooter, het is echt goed. Ja, het is langzaam, verstoppen, ik vind ontwijken. Het ook zo tof, op een gegeven moment dan moet je Ellie op zo'n vlot, die gaat dan op zo'n houten plank staan, zo'n vlot, en dan breng je haar naar de overkant van de rivier, of van het water, of van het meertje, whatever. En dat is dus zo'n terugkerende mechaniek. Ja. Maar op een gegeven moment dan zie je zo dat ze begint er op een gegeven moment echt een scheid hekel aan te krijgen. En dan gaat ze ook klagen. Of dat ze, oh, this again. En op het einde van de game dan wil ze niet eens meer, weet je wel. Dat vind ik zo gaaf. Oh, dat vind ik zo doordacht. Ik ga hem nog wel een keer spelen. Ja, je moet hem echt spelen. Het is echt, voor mij is het echt een van de beste spellen ooit. Ja, hij staat wel in mijn top 5. Het is een ode aan adventure games. Ja. Okay. Als ik me ooit van GTA Online weet los te weken, Heron, dan ga ik The Last of Us spelen. Nou, dus, mooi. Ja. Goed, door naar andere vragen. Solitude Dude, die heeft er een heleboel ingestuurd. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal beantwoorden. Hoe ver zijn ze al met Borderlands 3, vraagt hij zich af. Cool. Nou, volgens mij zijn ze net begonnen. Ja. Want onlangs deden ze er een bericht uit dat ze mensen zochten om in te huren om te programmeren aan die game. Ja. En dat betekent waarschijnlijk dat het plan, het concept ongeveer klaar is en dat ze nu kunnen beginnen. Ja, Borderlands is natuurlijk wel een franchise waar ze volgens mij een yearly franchise van proberen te maken. We hebben natuurlijk net de pre-sequel gehad en niet zo heel lang ervoor Borderlands 2. Nou, best wel lang en nu komen die remasters? Ze proberen Borderlands wel, uitmelken wil ik niet noemen, maar ze proberen daar wel echt een jaarlijkse franchise van te maken. Dus dan zal Borderlands 3 toch zeker 2016 wel verschijnen. Nee. Het is wel, als ze nu beginnen met ontwikkelen, dan zijn ze zeker 2 jaar. Ze zijn al wel even bezig. Ik denk dat het 2016 was. Volgens mij vroegen ze om designers. Ik zag die tweet van Randy Pitch. Een beetje voor hetzelfde. Oké, het antwoord is, we weten het niet. Nee. Dan ook nog een andere vraag. Wat is er aan de hand met Epic Games? Na Unreal Tournament 3 weinig te zien of te horen. Naast de video's over een game engine. Maar niet te horen of ze een nieuwe Unreal Tournament gaan maken. Nou, ze gaan wel een nieuwe Unreal Tournament maken. Dat weten we toch? Ja, dat gaan ze doen. Maar je hoort er niet zoveel van. Nou, jawel hoor. Dus, er is een blogje. Daar posten ze video's. En ja, zo. Dat is waar. Er is een blog. Maar ja, het antwoord is inderdaad ook. Ze verdienen heel veel geld met hun engine. Ja. Door die te licensen en te verkopen. En ze hebben gewoon niet zoveel haast met die games. Ze hebben bijvoorbeeld ook Fortnite, die game.
Die moest ongeveer al 3 jaar geleden uitkomen. Ja, die staat al 3 jaar in onze top 100 van games waar we naar uitkijken. Hij zakt ook steeds lager. Ik heb nog nooit iets positiefs gelezen of gehoord over die game. Over Fortnite. Nee. Het is echt, ik weet niet, bestaat het nog wel? Want oh man, ik vond het zo saai. Het is elk jaar af. Het is Minecraft. Last Guardian van de... Ja. Nou, zover zijn we nog. Maar het is wel een Minecraft rip-off. En ik vraag me af of daar wel ruimte voor is. Ja. Nou, ik vond het wel een grappig idee. Zo van, hey, overdag bouw je je fort en dan 's nachts moet je het bewaken tegen... Oh, je bedoelt... Minecraft. Ja, dat is Minecraft. Ja, maar tenminste niet zo blokkerig. Nee, oké. Okay, maar het is wel hetzelfde principe. Ja, hetzelfde als principe. Zoveel mensen al Minecraft spelen, gaan die dan dadelijk een third person... goed. Dat denk Minecraft ik is ook third person. Maar... Ja. Dus. Kan ook. Wat heb je nog meer? Helios, die vraagt... Als jullie zelf een game zouden mogen ontwikkelen... daarbij gebruik maken van alle skills in de game-industrie... hoe zou die eruit zien? Stilte. Het zijn nog wat mogelijkheden. Okay. Ik zou een race-spel maken. Ja, oh, ongetwijfeld zou jij een race maken. Had je niet verwacht, hè? Nee. Nee. Nee, nou, dat is grappig. Want een tijdje geleden kwam natuurlijk The Crew uit. En dat was weer een open wereld rijgame, race-game. In dus, de geest van Test Drive Unlimited. Maar dat was het weer niet helemaal, The Crew. Dat miste toch een hoop verfijning. En ook gewoon grafisch was het ondermaats. En het verhaal was vreselijk en de auto's reden niet lekker. Er was een hoop mis mee, ja. Maar het idee was leuk. En dat was bij Test Drive Unlimited hetzelfde en dan nog iets beter. Test Drive Unlimited staat nog steeds als de leukste, beste open wereld autorijgame. Maar dat is alweer 10 jaar geleden. En dat is nog steeds een formule die nog wel eens echt verfijnd, geoptimaliseerd uitgepakt kan worden. En als ik dan toch alle skills uit de game-industrie mag gebruiken, dan zou ik dat niche-genre zou ik heel graag tot een goede game willen maken. Oké. Okay. Ik zou een nieuwe Final Fantasy laten maken. In de stijl van Final Fantasy 6. Dus met sprites. Turn-based. Met de schrijvers van The Last of Us. dat zou ik doen. Dat lijkt me wel een goeie. En heet het Erik's Avontuur. Erik's Avontuur, ja. Dat klinkt wel heel vies, maar... Ik weet niet waar het over gaat. Ik weet niet wat er in The Last of Us gebeurt. Niet spoilen. Nou, aan nou, op een gegeven moment komt Joel bij een bordeel. En Ellie. Oh. Nee. Ron. Enig inzicht. Oh, poeh. Welke shooter game zou ik maken? What the shit, waarschijnlijk wel. Ik denk dat ik een remake van Rainbow Six 3 zou maken. Het wordt een remake van Rainbow Six 3. En als je hem koopt, krijg je een gratis krat bier. Oh, ik dacht een actiefiguur van jou. Oh, dat mag ook. Ja. Alright, PS3 Wows die wil weten, komt daar ooit een fatsoenlijke partygame naar de PS4? General. Sports Friends. En die is nog gratis geweest ook bij PS Plus. Dat is Sports Friends, het is wat bazaal. Het is heel erg pixelig en spritey. Het is wel echt heel erg hipster, hoor. Het is best wel hipster, maar het is ook heel leuk. Het is een soort Nidhogg. Toevallig, een tijdje geleden, vierde ik mijn verjaardag. En er waren een heleboel mensen die zowel van games houden als niet van games houden. En dan is het gewoon van, spelletje spelen, pakken een controle op en lachen, weet je wel. Nou, dat is wel een beetje de definitie van een partygame zoals het ooit was. Daarnaast heb je SingStar, dat is een beetje verkracht sinds de nieuwe SingStar. Omdat een heleboel nummers uit je library verdwenen zijn. Omdat Sony de licentie niet heeft verlengd. Omdat je met je smartphone kan zingen, maar dat werkt voor geen meter. Daar zullen we niet te veel waarde voor aan stellen. Is er geen bustitel voor de PS4? Nee, die zou wel weer mogen komen. Dat vond ik zo leuk om te doen. Dat is ook leuk, dat is nog steeds leuk. Ja, dat is echt leuk. Het is wel gelijk, er zijn wel echt weinig partygames eigenlijk nog voor de nieuwe. Towerfall. Dat zat ook bij PS Plus, maar dat kun je wel met z'n vieren op hetzelfde scherm. Ja, maar vind ik niet echt als niet van... ik ga met mijn tante en mijn oom en mijn broertje ga ik touwen. Ja, maar wat is je definitie van een partygame? Ja, Bus kun je dus echt met iedereen spelen. Ja, dat is waar. Bus is gewoon een grote rode knop. Ja, heel drukt. Ja. Ja, vind ik ook leuk. Alright, Platina32 die wil weten wat we van de move van Nintendo vinden om een gedeelte van de opbrengsten van YouTubers op te eisen die geld verdienen met Nintendo games. Heeft Nintendo het recht om dit te doen volgens jullie of moet ze maar genoegen nemen met gratis reclame? Nee, fuck off en blijf met je tangles van iemands content af. Nou, hij vraagt eigenlijk twee dingen. Heeft Nintendo het recht? Ja, ze hebben het recht. Ja, juridisch gezien is het hun content en mogen ze zeggen wat ze willen. Precies. Is het slim? Dat is de tweede vraag. En het antwoord is nee. Nou, het is weer typisch een stelletje oude kwezels in Kyoto. Die denken, dat is internet. Dat is video. Daar moeten we iets mee doen. Ja. En vervolgens zich in allerlei bochten wringen. En ik weet niet door wie ze zich laten adviseren. Maar met iets komen waarvan we denken van, mijn god.
Nintendo is heel goed in originele spelconcepten bedenken en games polijsten en verfijnen. Maar als het gaat om beslissingen in de industrie op breder niveau, dan zowel strategie als hardware, maar ook dit soort dingen, dan vraag je af waar ze het vandaan halen. Ja. In dit geval denk ik dat Nintendo er heel stom aan doet. Zeker als je merkt dat de grote YouTubers zoals PewDiePie zeggen van ja, jongens, Nintendo, vergeet het maar. Ik ga wel andere games spelen. Ja, dan mis je gewoon essentiële promotie. Dat zullen ze pas op de lange termijn merken. Als hij een spel speelt, dan verkoopt hij die game gewoon nog 50.000 stukjes. Nou ja, Skate 3 werd bijgedrukt omdat hij dacht, hey, dat is een leuk spel. Ja, weet precies. Je wel? En dat, ik denk dat Nintendo dat even gruwelijk onderschat. Het is wel een stap in een goede directie. Want, jawel. En want een goede richting. Want eerst zeiden ze van, we willen alle inkomsten van die advertenties. En nu zeggen ze, nou, 30% nemen ze geloof ik. Ja, maar en jullie moeten iets in beeld zetten van... Je kanaal toewijden aan Nintendo Games. Dat hoeft niet. Ik vind als je je imago van je bedrijf een beetje lief hebt, dan moet je daar gewoon heel tolerant in zijn. Ja, het is gewoon dom. Het is gewoon dom, want het is gratis reclame. En wat zijn dan nog de plekken in deze wereld waar ze hun games kunnen laten zien, weet je wel? Alle fysieke winkels die gaan allemaal failliet. Alle magazines waar je het in kan doen, die worden ook steeds kleiner. Je hebt nog game websites en je hebt dit. En dit maar is gewoon het is ook een beetje zo dat waar heel veel publiek zit. Nintendo is heel erg bang om in controversies verzeild te raken. Dat is waar. En dat is natuurlijk zegt, met YouTube, met onafhankelijke partijen, kan dat relatief snel gebeuren als je niet uitkijkt. Plus wil het graag een eigen weer doen. Ze hebben een eigen YouTube-kanaal, sterker nog, ook voor alle nationaliteiten. En daar doen ze ook een heleboel met YouTube, alle trailers. Maar ja, geen dingen als Let's Plays en dergelijke, zou ik zeggen, waar natuurlijk de YouTubers heel erg op zitten. Het gaat gewoon heel erg om controle. Nintendo wil altijd de controle houden. Dat was al in 1985 met de NES, toen hadden ze die seal of approval die overal op moest, anders kon het niet uitkomen. Ja. Het is power, het internet, jongen. Op de Wii, je kon elkaar wel berichtjes sturen, maar dat moest eerst worden... Ja, het moet altijd... Miiverse wordt nog steeds gecheckt. Nintendo wil altijd controle. Ja, precies. Ja. Die gecontroleerde omgeving. Maar is het niet een beetje... Je kunt een vergelijking trekken met met illegale downloads voor muziek. Hebben artiesten het recht om dat te verbieden? Ja, ik bedoel, ze staan waarschijnlijk wel in hun recht. Als ze zeggen van, het is mijn content. En ja, natuurlijk staan je recht, maar is het slim? Want een band die verdient meestal heel veel met kaartverkoop van concerten. En als iemand een track download en denkt, wauw, dat is cool, ik ga er een keer heen, en hebben ze zo weer voor 20 euro een kaartje verkocht. Sympathie kweken is een groot goed, hè? Ja, en als je kijkt naar die ontwikkelaar die met, waar hadden we het nou vorige podcast over? Over die game, met die scène die gedelete was. Miami 2, die guy die zegt het gewoon van, nou weet je wat, als hij in Australië niet uitkomt, download hem gewoon illegaal, I don't care. Nou, dat is toch perfecte promotie. Ja, weet je wat er is met Nintendo? Nintendo hoeft geen sympathie te kweken. Nintendo bestaat al heel lang. Nintendo heeft de trouwste fanbase. Nee, maar daar gaat het even niet om. Nintendo heeft de trouwste fanbase die er is. Plus het feit dat ook de oudere generatie, ouders met kinderen, die weten nog steeds dat Nintendo, denken nog steeds dat Nintendo synoniem staat aan leuke spelletjes voor de kinderen en alles. Dus dat imago van Nintendo, dat is het probleem niet. Het is meer dat ze, wat ik net zei, op de lange termijn zullen ze hier als de YouTubers groot blijven. En dat echt belangrijk blijft in de beslissing van consument om games te kopen. Dan zullen ze daar echt wel wat van gaan merken. Maar ja, ik hoop dat ze gewoon bijdraaien en dat iedereen er gelukkiger van wordt. Want het is gewoon een beetje ongemakkelijk. Ik hoop dat iedereen gelukkig wordt. Ik hoop ook dat iedereen gelukkig wordt. Tot zover de vragen. Dank jullie wel voor het insturen. Blijf dat vooral ook doen voor de volgende podcast. Tot slot van deze podcast willen we graag nog vooruitblikken. En we hoeven niet eens zo heel veel vooruit te blikken, want het is nog deze week dat het spel uitkomt. Tegen de tijd dat jullie hier naar luisteren. En dat gaat over The Order 1886. Het wordt een grote titel worden voor PlayStation 4. Het is al eerder eens uitgesteld. En Joe, jij hebt hem kunnen checken. Ik heb hem kunnen checken, ja. Vertel. Nou, er was onlangs was er een eventje in Amsterdam waarop we de game konden spelen. En ook konden spreken met de ontwikkelaar. De CTO van Ready at Dawn, ontwikkelaar. Een van de co-founders zelfs. En de grap is dat... Vertel nog even snel wat het is, het spel. The Order is een shooter. Een cover-based third-person shooter. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, om het heel essentieel te beschrijven, Gears of War. maar dan toch wel... Anders? Slim down, laat ik het zo zeggen. Behoorlijk. Ja, het is minder... nou ja, maar dat is wat ik net wilde zeggen. Het is niet een game die het heel erg van de gameplay zal moeten hebben. Dat is slecht nieuws. Dat is slecht nieuws, ja. Dat weet ik niet. Maar dat is op het moment nog niet te zeggen, want ik ben nu net met de review bezig.
Of in ieder geval de review-versie aan het spelen, die heb ik in huis. En op de 20e verloopt embargo en afhankelijk van... Dat is de dag dat hij uitkomt ook. Precies. Oh jee. Dan komen de review. Dat is meestal geen goed teken. In elk geval, het punt is dat de Order 1886 is meer een cinematische game, om even een beetje marketingtermen te gebruiken. Het is dat wil echt zeggen, bizar mooi. Het is ontzettend mooi. Het opvallende is ook, ik had het er in een preview van collega Marcel nog gezien, dat het, je hebt tussenfilmpjes en dan zie je dingen gebeuren. En vervolgens staat je personage even stil. Ja, dan ben je aan de beurt. Ja, dan ben je gewoon gerealiseerd dat je al in de game bleef. Ja, bizar. Ja, vorige week lekte ook het eerste uur uit. Ik heb even wat stukjes zitten kijken zonder geprobeerd te hebben te veel te spoilen voor mezelf. Ja. Maar het is echt... Ja, iedereen heeft dat, hè, die de game speelt. Iedereen dat overvloeien van tussenfilmpje tussen gameplay, dat heeft iedereen. Ik had dat ook toen ik speelde. Ja, ja. Dat is bizar, maar dat is ook het knappe. Maar is dat genoeg om een game leuk te laten zijn? Het punt is, waar ik het in het interview met de ontwikkelaar over had, en wat ik ook al merkte in de sessie die ik op dat event kon spelen, dat was trouwens een heel korte demo, dat was alleen op een brug en dat was effectief 5 minuten spelen. Het was zonde, want dezelfde dag dat het event was, lekte het eerste uur uit. Precies, dus het was een beetje suf. Vervolgens heb ik de game al in huis. Maar goed, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar in ieder geval, je merkt toen al van... Nou, het is qua gameplay niet heel diepgaand. Je gaat van cover naar cover. Je kan uit cover komen om iemand te beschieten. Je kan ook op iemand afrennen en een melee aanval doen. Dat is in het kort gezegd eigenlijk wel waar de gameplay om draait. Wat de Order onderscheidt van een heleboel andere games... is dat het ontzettend gepolijst is. Niet alleen mooi, wat je zegt, dan kom je uit het tussenfilmpje... En in gameplay. Maar ook echt dat de details. Je hebt bijvoorbeeld een soort mantel over zijn rechter schouder van de hoofdpersonage. Het hoofdpersonage waar je mee speelt. En die wappert dan op een manier. Dat heel realistisch en alles kun je zeggen. Maar het opvallende is. Kijk, bijvoorbeeld je speelt Assassin's Creed of een andere game. Daar heb je ook wapperende mantels en weet ik niet wat. Maar dan zie je ook nog wel eens dat het door het been heen gaat. Door de rug, weet je wel. Of dat het zwaard dat aan je gordel hangt. Nou, dat de clipping gewoon niet helemaal klopt. Bij de Order... is dat niet. Daar hebben ze zo ontzettend hardlopen polijsten en programmeren en afwerken, dat alle details visueel kloppen. En ook audio is erg goed. Ze speelden met koptelefoon dat event en het is echt cliché, alsof je een blockbusterfilm zit te kijken. Dat is zo minutieus samengesteld en geleveld. En in het interview kwam dat ter sprake van, goh, je hebben heel erg een polijsten geweest en heel erg op die audiovisuele presentatie. Dat is eigenlijk iets wat we niet heel veel meer zien tegenwoordig. Games die verschijnen, die willen heel veel doen. Die zijn open wereld of die bieden verschillende mogelijkheden om te spelen. En dat is heel leuk en het kan ook nog heel mooi uitzien. Maar mist een beetje polijsting, dat mist dan vaak. En dat is waar de Order juist heel erg op inzet. Ik heb hem zelf ook gespeeld in Las Vegas op de PlayStation Expo. Dat is een maandje of twee geleden. En ik was echt zeer niet impressed door de Order. Ik vond het reet aan. Ik meen serieus. Ik vond het verschrikkelijk schieten. Ik vond het echt... het voelt gewoon alsof er een seconde vertraging in zit. Het is echt traag. Cover zoeken werkt maar half. Ik vond het navigeren de omgeving echt gewoon onwennig. Ja. Ik vond het extreem raar als je op iemand afloopt en je krijgt een soort van quicktime event waarbij hem in zijn nek steekt. Ja. Opeens. En toen hoorde ik gisteren opeens dat die game 18 uur duurt. Nou, moet ik nou, dat 18 uur zit gaan geen doen? Multiplayer in, volgens mij, toch? Maar 18 uur lang, die saaie combat. Nee, het is geen multiplayer. Maar dat is goed dat je dat zegt, Ron. Want dat is natuurlijk wat ik in de review wil uitvinden. Is hoe die game zich ontwikkelt. Ja, en precies. Niet want alleen... blijf je dat saaie zelfde constant doen? Want dan echt... Maar misschien, je hebt het over vertraging en schieten. Dat zijn ook echt dingen die ze er nog uit kunnen poetsen. Ja, maar ik zal jou zeggen, de Resistance had dat ook. En ik heb nauwelijks recensies gelezen waar dat in werd aangehaald. En dat was ook een slechte shooter, Resistance. Ja. Nou ja, kijk, het hangt er vanaf hoe die gameplay zich ontwikkelt. Het is wel zo dat, ik weet niet of je dat in wat jij destijds gespeeld hebt ook hebt gezien, dat naast de schietgedeelte, zal ik maar zeggen, er van tijd tot tijd ook melee-gevechten in zitten. Die eigenlijk, oneerbiedwaardig gezegd, als uitgebouwde quicktime events spelen. Maar waarin je ook wel de vrijheid hebt om rond te bewegen en button prompts voor je neus krijgt. Ja. Bossfights en dergelijke. Dat is in ieder geval enige vorm van afwisseling. Ja, dat is wel goed om te werkt, horen, inderdaad. Nou, hoe dat in de praktijk werkt, dat zullen we in de review merken. Ja. Maar in elk geval, dat is waar de game een beetje naartoe gaat. Het is vooral heel cinematisch.
Het is ook, wederom, visueel gesproken, ze hebben heel erg gekeken naar het kleurgebruik en filters, zoals dat ook in de filmindustrie gebeurt. Daarin wordt altijd heel bewust gekeken naar welke kleuren willen we in beeld brengen om een bepaald gevoel over te dragen. En dat is vaak ook heel erg onderhuids en onbewust. Je had het over subliminaire boodschappen in mijn GTA Online beschrijving. Ja, precies. Dat zou de orde dan een beetje in presentatie willen doen. Ja. Maar wat je zegt, de gameplay, die is heel bazaal. En ik denk dat er in die maanden tussen wat jij gespeeld hebt en wat ik nu aan het spelen ben, dat daar zeker nog wel wat aan gewerkt is, maar niet fundamenteel. Dat denk ik niet. Ik denk ben wel echt heel erg benieuwd naar de reviews en naar de cijfers. En als we het toch over cijfers hebben gehad, is dit ook iets, weet je wat? Stel nou, het is cinematisch. Een heel erg goede game. En er zit een extreem goed verhaal in. En het ziet er allemaal heel erg prachtig uit, maar de gameplay is wat minder. Kijk, voor iemand als ik speel spellen meestal voor het verhaal. Ja. En om een verhaal mee te maken en daar zelf in te zitten. En dan dat schieten tussendoor, dat is dan, oké, dat moet wel goed zijn, maar het hoeft niet per se briljant te zijn. Ik denk dat je het een beetje moet vergelijken met Uncharted 1. Uncharted 1 was ook geen hele denderende third-person shooter. Zeker niet als je het vergelijkt met Gears of War, wat ook rond dezelfde tijd uitkwam. Dat was natuurlijk ook echt shooter. Maar het was wel echt een avonturenfilm. Precies. Ja, maar relativ kort. En nou, de orde zou dan wat langer moeten zijn en heeft dan niet het platformen erin. Maar dat is een beetje, als ik dan een referentiepunt moet geven, hoe ik erin sta. Maar hoe het dan daadwerkelijk... Laat het dan zo, wat op een gegeven moment Uncharted 1 en ook een beetje Uncharted 2 fout deed. Was op het einde van de game, na de eerste helft, werd het meer een shooter. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het niet echt een shooter is. Dat de kwaliteiten, die liggen anders. Die zijn anders dan alleen de gameplay. En ik denk dat dat voor de oren heel belangrijk wordt. Ja, zeker. Dus ik denk dat dat wel een ding wordt. Maar ik geloof eigenlijk niet dat ze dat nog... in 18 uur. Ik vind het echt lang voor zo'n game. Ik vind het echt lang. Er wordt heel veel popcorn eten. Ja, en stilstaan. Ja, Ik heb een popcorn in mijn hand. Als het verhaal echt leuk blijft, dan kan je niet klagen dat het te lang is, toch? Zeker niet als er geen multiplayer is. Nee, dan dus niet, maar dat is het ding. Dat is wat ik zeg. Het wel een balans zijn. Als die balans goed is, dan houdt het je spelende. Als die balans uitslaat naar de actie, dan krijg je dus opeens dat je ziet van, oh, maar het is niet zo leuk om te spelen. Ja. Nou, om een beetje af te sluiten, het is ook wel een interessant moment waarop de game uitkomt. Want we hebben nu, het einde van de winter, het voorjaar. We hebben even geen grote releases nu. Die komen pas in. Behalve Dying Light en Evolve, dat zijn de dingen die net geweest zijn. Die zijn multiplatformen. We hebben het even over puur PS4, toch wel de best verkopende huidige generatie console. Ja. Is dit toch wel een dingetje? En het duurt nog een tijd voordat we weer andere grote PS4-exclusives zien. Dus ik ben benieuwd of die game zich staande weet. Nou, een tijdje. Bloodborne die staat ook voor maart of zo. Ja. Dat is waar. Ik durf misschien wel een kleine flop te voorspellen. Voor de order? Ja. Zou kunnen. Nou, ik niet. Ik denk dat het wel gewoon tegenvallend. Ja, maar wat vind jij tegenvallend? Kleine flop, zeg ik. Een flinke tegenvaller, kleine flop. Nou ja, kijk, hangt misschien ook een beetje van je referentiekader af. Als je Future Pure Sang bent. Zullen we Metacritic vergelijken? Ik zeg 7+. Ik ga nog een betere hypothese. Als je geen liefhebber van het genre bent, wordt de Order een leuke game om te spelen. Oké. Okay. Oh ja, niet van shooters houdt. Nee, maar dat zou kunnen. Grapje, maar wie weet. Okay, We moeten nog even afwachten, we moeten nog een weekje geduld hebben. En dan weten we het. Precies. En dan ligt hij ook gelijk in de winkels. Dus als hij dan toch niet zo tegenvalt, Ron, kan je er ook mee aan de slag. Ja, ik heb er zin in. Ik bedoel, ik wil altijd een toffe game spelen natuurlijk. Mooi. Moet je wel tof zijn. Goed jongens, we zijn er doorheen. Dank jullie wel dat jullie er waren. Graag gedaan. Geen dank. En dank jullie wel voor het luisteren. Jullie kunnen ons altijd bereiken via Twitter. Ik ben @EricNusselder. Jo is @JoVanBurik. En Ron @RonSchrijft. Ja. Zijn achternaam is Forsterman. Schrijft. Heel verwarrend. En laat natuurlijk in de reacties weten wat je ervan vindt. Dat horen we altijd zeker, graag. Zeker. En inderdaad, wat je van de podcast vindt. En of je, we doen het nou één keer in de maand. Of het wellicht een idee is om het vaker te doen. Daar zijn we wel over aan het nadenken. Ja, we zijn in discussie, jongens. Want we willen het toch iets frequenter aanpakken. Omdat we het gevoel hebben dat een maand niet echt... Ja, het is iets te lang om nou echt binding te krijgen met ons format. Met jullie. En met jullie. Maar je mist gewoon heel veel nieuws als je het maar één keer in de maand doet. Ja, plus dat. En dus, je probeert nou eigenlijk het meest relevante van de maand in een podcast te verwerken van een uur. En dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Dus jullie horen ons altijd, maar laat jezelf ook horen. Ja. Zo, wat mooi zeg. Wat een mooie symboliek. Prachtig. Goed. En voor de rest van het nieuws kun je altijd terecht op gamer.nl natuurlijk. Joep. Blijf daar ook kijken. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Hey. Ja, hij doet het. Hij slaat nu wel rood uit. Joe snapt techniek. Hij slaat rood uit. Nee, hij is gewoon rood überhaupt. Oké. Zijn moeder is er ook. Goed.
Oké.